Nu rijdt deze robot nog rondjes in het technieklokaal van het Summa College. Maar straks is hij te zien op de wereldkampioenschappen in Amerika. 5 studenten van de opleiding Megatronica ontwierpen deze robot voor de First Tech Challenge. Studenten van over de hele wereld komen daar bij elkaar om hun robots allerlei verschillende opdrachten uit te laten voeren. Dit jaar moet de robot bijvoorbeeld een toren bouwen van blokken. Dat kunnen we ook wel even laten zien. Hier, nou klemt hij ze als het ware met de servo's. En nou kunnen we ze zo hoog brengen dat ze 4 op elkaar kunnen. Op het WK worden punten gescoord op verschillende gebieden. Het kan zijn op snelheid, maar ook het design van de robots. In de toekomst worden robots steeds belangrijker. Deze machine kan nu slechts kleine handelingen uitvoeren, maar dat is nog maar een opstapje. Ja, dit is echt puur alleen voor spelgericht. Maar door deze ontwikkeling en de jeugd ermee te laten kennismaken, kom je daar wel tot de zorgrobots en geïnstalleerde robots. En kijk, ik kan zelf nou bij een bedrijf gaan werken dat robots maakt. En dan kan ik mijn ideeën die ik hierin heb gebruikt toepassen bij de robot of bij dingen die ik in mijn bedrijf ga toepassen. De studenten hebben veel tijd gestoken in het maken van het apparaat. Naast hun eigen school steken ze een groot deel van hun vrije tijd in Project Robot. Toch doen de jongens het met veel plezier. Na school voor mij bijna een hele dinsdag. Voor andere jongens ook bijna elke dag tot 5, vooral na het EK, omdat we weten dat we naar Amerika mogen. Dus ze zijn er echt 40 uur per week, zullen we het maar even zeggen, mee bezig. Ook tijdens lessen af en toe dat we nog iets snel iets moeten regelen. Maar dat hoort erbij. En dat is toch leuk? Het is natuurlijk een hele ervaring. Je mag naar Amerika, je mag naar Italië. Het staat heel goed op je cv. Je leert ervan. Ik denk dat je echt wel een stuk wijzer wordt van alles wat je meemaakt, zeg maar. Op 22 april vindt het WK plaats in het Amerikaanse Detroit.